Depression is one of those things that a lot of people in the world don't understand. And because they don't understand, when you experience it yourself, you feel like you're the only one going through it because it's not approached in the right way in our society. Bij het ontwerpen en bouwen van Reflection zijn we verschillende ontwerpproblemen tegengekomen. Want hoe komt het dat iemand zich bekeken voelt? Hoe kan dat worden verwerkt in een installatie? Wat zorgt ervoor dat iemand zich eenzaam voelt in een menigte? Welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? Zijn 3 monitoren met een starend persoon erop voldoende of is er meer nodig om een ongemakkelijk gevoel te creëren? Bij al deze vragen stond 1 overkoepelend ontwerpdoel centraal. Hoe maken we mensen bewust van het gedrag dat ze vertonen richting mensen met een psychische ziekte? Het doel van Reflection is om een besef te creëren in de samenleving. Dit bereiken we door de gebruiker een ervaring te laten meemaken. Wanneer de gebruiker contact zoekt met diverse personen die hem of haar aankijken op verschillende beeldschermen, kijken deze weg. Dit visualiseert de situatie waarin een gedupeerde verteld wordt dat hij altijd om hulp mag vragen. Op het moment dat dit wordt getracht, wordt echter figuurlijk de andere kant opgekeken. Reflection speelt hierop in door de bezoeker eenzelfde gevoel van eenzaamheid te bezorgen en zo leert beseffen wat een ander zo kan voelen. Op deze manier worden alle verhalen van mensen met psychische ziektes naar buiten gebracht, hoe ze zich voelen en hoe dat anderen daarop reageren.